तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। कैकर्स एंड लाइस्ट्रार्स, dit is de première van de documentaire over Shahid Waghid Hussein. Helaas is vandaag 21 maart onze dierbare vriend heen gegaan. Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe. Shahid, dit is een tribute aan jou. Kijk mee en geniet vanuit een betere plek. In onze harten zul je voortbestaan. Rust zacht, brada. Bhai Shahid, namaste. Speciale boodschap voor jou. Over je zangkwaliteiten wil ik het niet hebben. Dat is bekend bij iedereen. Je bent gewoon een icoon in de Hindoestaanse scene. We kennen elkaar al meer dan 35 jaar. We hebben samen tientallen concerten gegeven met het Avishkar Orchestra. Wat mij altijd is opgevallen bij jou, dat zijn de repetities vooral. Je was altijd op tijd aanwezig, kwam altijd goed voorbereid. Kan ik niet van een ieder zeggen. Dat maakt het allemaal heel plezierig. En ook, niet onbelangrijk detail, na afloop van concerten kwam je altijd helpen met showen. Van mijn keyboards naar de auto. Ben ik niet vergeten, ja, dat maakt jou groot. Ja, niet de geweldige Jopie Popie grote zanger uithangen, maar gewoon meehelpen. Ben ik niet vergeten, bedankt voor alles. Ik hoop nog lang van je stem te mogen genieten. Veel, heel veel liefde toegewenst. Ik ga niet voor je zingen, maar wel een stukje op mijn keyboard spelen met mijn nieuwe vioolsound, speciaal voor jou. Een nummer dat jij eigenlijk populair hebt gemaakt in Suriname en Nederland. Daar komt ie. Hoe bent u daarbij benaderd of betrokken geraakt?
Nou ja, ik heb voorheen ook met Wina opgetreden. Ja, 20 jaar geleden of zo. Daar hadden ze ook een show in dezelfde zaal, meen ik. En toen heb ik ook gezongen. En ik ken Renaldo van de Wina Orchestra. En we hebben samen ja, ook een band opgebouwd van hem. Big Brother, alleen maar liefde, social lobby. Ik ga een klein stukje van een heel bekend nummer van jou op mijn saxofoon spelen. Op 2 februari 2020 maakte Wina Orchestra een comeback onder leiding van Renaldo Rehmet tijdens het uitverkochte Mohammed Rafi Kayaat concert. Ook Shahid had een grote bijdrage geleverd tot het welslagen van dit concert. Hier volgt de impressie.
Indraneel en ik wil op deze manier mijn respect en waardering laten blijken voor Shahid Wagitusein. Ik weet nog, toen ik begon met zingen, dan hoorde je verhalen over de bekende en populaire zangers. En natuurlijk was Shahid daar één van. Ik hoorde verhalen van hoe Diamonds en Shahid zeker 2 jaar van tevoren geboekt moesten worden als je zeker wilde zijn dat zij op je feest zouden zijn. Of dat huwelijken en feesten zijn verschoven, zeg maar, zodat Diamonds en Shahid aanwezig konden zijn. Dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Mijn persoonlijke ervaring met hem gaat terug naar de jaren 2000. Toen zongen we samen in Wienorkestra. En ik leerde hem echt persoonlijk kennen tijdens een tour naar Suriname. We gingen samen in 2007 naar Suriname met de band Diamonds 2000. En ja, dat was gewoon leuk om mee te maken. Ik merkte toen al wat voor aardige man hij is. Altijd complimenten geven, altijd tips geven. Echt leuk om mee te maken. En bij concerten is me echt opgevallen backstage dat hij altijd grappen maakt en echt gevoel voor humor heeft. Dat blijkt ook wel uit het volgende fragment. Sohani Raden Heltsuki Najani Tunkawauwe. Dat is ook zo'n nummer. Hè? Dat is ook liefde in pauzestand, heb ik zo'n idee. Waar zit dat? Dat gaat te ver voor mij. Liefde in pauzestand? Ik ken wel andere standen. Maar... Antwoord. Ja, dit is dus een klein voorbeeld van hoe grappig Shahid Bhai kan zijn. Vorig jaar in februari 2020 hebben we een Mohammed Rafi Kiyad meegedaan met Wiener Orchestra in Den Haag. En daar mocht ik een duet zingen met Shahid Bhai. Banecha Hedushman Zamana Hamara Salamat Rahe Dostana Hamara. En dat is ook hoe hij kijkt naar andere zangers. Geen rivaliteit, maar vriendschap. En daarmee wil ik dit filmpje ook afsluiten. Wo khabon ke din wo khabon ke din wo khabon ke din sawalo ki raate jawabon ke din kai saal humne guzare yahan yahi saath khele hue बचपन बड़ा आशिकाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना Hartelijk applaus voor Wiener Orchestra, dames en heren. Dank u wel. Oh, my love. We hebben het uitvoerig gehad over de hoogtepunten die u in uw carrière heeft meegemaakt. Als er één iets zou zijn, één ding zou kunnen zijn dat u zou kunnen veranderen, is er iets wat u zou willen veranderen? Op muzikaal. Op muzikaal. Ja, ik denk, en wat ik ook net al aangaf eigenlijk, is dat als ik van kleins af aan een goede guru zou krijgen, om mij te leren hoe je raaks verzint, raaks kan zingen, hoe je dat herkent, murtias, op goede manier doen, technieken en ademhaling, weet je, dan was ik misschien op een, daardoor op een hogere level getild. Misschien zou ik dan wat beter kunnen zingen, weet je. En kijk, muziek heeft geen einde en je zal altijd kritisch blijven naar je eigen kunnen. Maar als je iets niet weet, dan kan je het ook niet uitproberen. Een guru kan je verder helpen om
bepaalde dingen te laten zien en die te gaan oefenen. En ja, daardoor zou je ja, misschien, zou ik misschien beter kunnen zien. Een andere vraag, en dat is iets wat mij persoonlijk is opgevallen, is behalve de liefde die het publiek voor u heeft, u weet hoe het onderling kan gaan tussen artiesten, maar als ik kijk naar de zangers en zangeressen die we dan allemaal kennen, die hebben niks anders dan lof voor u. En dat is niet iets van nu, dat is altijd zo geweest. Hoe ervaart u de liefde? Waar denkt u dat dat vandaan komt? Ik denk dat dat aan jezelf ligt, hoe je met mensen omgaat. Kijk, als ik iemand zou zijn die grootspraak zou hebben over mijn kudde, ja, dan ik denk dat niemand dat zou dulden, weet je. Kijk, je kan iets doen, want als het publiek een cd van jou niet koopt, weet je, dan word je niet bekend. En dan, als je arrogant bent, dan kopen ze dat niet. Maar als je gewoon normaal blijft en daarbij zing je nog een beetje reden, weet je, dan kopen ze graag een cd. Want het publiek maakt jou en het publiek kan jou ook breken. Dus daarom zei, wat is dit jaar ook van, joh, gedraag je, ga niet naast je schoenen lopen. Maar kijk dan de kijk van, weet je, en zo heb ik dat geprobeerd te doen. Oh my love. Hi Shahid, ik ben Chander Mahavir, voorzitter van Societeit d'Accord. We kennen elkaar. Shahid Waghid Hussain Bhai, je bent een van onze Hindoestaanse iconen in onze muziekwereld. Je bent opgeleid door je tjatja, wijlen, Hafiz Khan, Waghid Hussain. Je komt ook uit een familie van bekende zangers. Shahid, je hebt voor Societeit d'Accord op 12 januari 2019 een bijzonder goede culturele optreden neergezet in het uitverkochte programma Ham Hai Hindustani in de Spuittheater in Den Haag. Tagore heeft het voorrecht gehad om samen met je een unieke prestatie neer te zetten. Los daarvan heb je ook regelmatig de Tagore-feestjes opgevrolijkt. Societeit d'Accord wens je heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. Wij hopen dat onze vriendschap je mag sterken. Geniet toch van de mooie momenten die er nog komen. Je hebt met je prachtige stem en je liederen het leven van zoveel mensen opgevrolijkt. Hopelijk kunnen wij nog enige bijdrage leveren aan wat mooie momenten voor jou. Heel veel sterkte. Zoals Dr. Chander Mahabir u vertelde, organiseerde de stichting Societeit d'Accord op 12 januari 2019 een concert genaamd Hamar Sarnami Gana, waarbij bekende composities ten gehore werden gebracht. Ook Shahid werd gevraagd om een ode te brengen aan enkele van Surinames bekende componisten. Hierbij krijgt u een korte compilatie van het optreden van Shahid op deze dag. We gaan door met een compositie waarvan de tekst geschreven is door Thakur Prasad en Bhikhari. En gezongen door Udaybhan Laik Singh. En een compositie gemaakt door Hafiz Khan Waghid Hussain. Dat is natuurlijk een hele bekende naam. En de volgende compositie, Ma Tere Charnome, die heeft het zelfs die is zelfs opgenomen in een Hindoestaanse film, in een Bollywood film. Ik weet niet of jullie dat wisten of niet wisten. Het was voor mij nieuw in elk geval. Maar dat maakte natuurlijk extra leuk en extra mooi om te zien dat liedjes uit de Caribbean zeg maar, uit Suriname, Zuid-Amerika, het eigenlijk zo ver hebben geschopt dat ze ook in de Indiase film terecht zijn gekomen. Dames en heren, mag ik een applaus voor Shahid Ma Tere Charnome. Tere God mein pala Mohammad, tere God mein tulsi, tere
De volgende compositie, gezongen oorspronkelijk door Waldo Guzial, maar bekend geworden door de versie van Rudy Tangali. En de compositie is Ye Milan Bara Piara. Dames en heren, mag ik een applaus voor Shahid? ये मिलन बड़ा प्यारा
Dank u wel. Dames en heren, Shahid met Yemilen Barapjara. Oh my love. Op woensdag 24 februari nodigden de heren Surin Malhu en Hemant Lachman Shahid uit voor een kleine bijeenkomst speciaal ter ere van hem in feestzaal Ons Huis in Den Haag. Shahid werd in het zonnetje geplaatst door de aanwezigen en heeft ook mogen genieten van een lekkere bravo-soep. Hier ziet u wat impressiebeelden daarvan. Als ik aan Shahid denk, denk ik aan Mastana en denk ik aan Hooiberg Wilhelmina Pier. Toen was ik nog een jonkie. Maar toch is dat niet mijn belangrijkste herinnering aan jou. Voor mij ben jij persoonlijk een groot artiest die de Surinaamse en Mastaanse gemeenschap in enkele decennia lang zeg maar, geëntertaind heeft en van echt fantastische muziek hebt voorzien. Maar nog los daarvan. Dus voor mij ben jij een groot mens, omdat ik jou ken van het podium van Zuidplein, waar ik ergens achterin zit. Ik ken jou van het podium van de opera, waar ik ergens achterin het publiek zit, maar waar ik altijd genoten heb. Maar waar ken ik jou van? Want zo, die persoonlijkheid. Dat is Milan 2 jaar terug, als ik het goed heb, 2018. Want toen heb je meegedaan aan de Doxa Contest. Van de Indian Curry Club. En het toeval doet zich voor dat ik in dat jaar juryvoorzitter mocht zijn. Shahid, jij bent het niet geworden, maar als ik als juryvoorzitter dat resultaat zou mogen beïnvloeden, dan was jij voor mij nummer 1. Ik dank je hartelijk daarvoor. Ja, Shahid, ik kan me nog een tijd herinneren dat je bij mij op kantoor was. Dat je naar je geliefd Suriname wilde gaan. Ja. En dat je hele mooie plannen had. Die heb je ook wel voor een deel uitgevoerd, denk ik. En dat is me bijgebleven van jou. Ja, natuurlijk dat je een topartiest bent. Dat is mijn grootste waardering daarvoor. Ik heb nog een paar maanden terug hebben we samen gezeten in Bubbles. Waar we ook een hele leuke tijd hebben gehad met elkaar. En ik ben jouw warme vriendschap en ik heel erg dankbaar. Ja, waaraan het denk ik ook. Laatst heeft hij... Ja, ons programma gevuld eigenlijk en was de ster die avond Hamhai Hindustani voor Tagore. Ja, in Theater aan het Spui. Ja? Ja, de naam van Giet Hoesij is natuurlijk een begrip hier in Suriname, als in Nederland. Maar als ik bij de naam van Giet Hoesij denk, dan is de associatie die je krijgt, is een betrokken mens en iemand die voor de gemeenschap heel veel heeft betekend. Want op het moment als we reflecteren aan datgene wat je doet en gedaan hebt, dan heb je heel veel blijdschap geschonken in de harten van mensen. En dat is natuurlijk een hele dierbaar en gekoesterde herinnering. Je hebt heel veel kleur gebracht in het leven van een heleboel mensen. Je leidt er nu zelf onder met datgene wat je hebt, maar neem 1 ding van me aan, ga niet verschuilen. Dit soort gelegenheden, waar je naaste vrienden hebt, maak er gebruik van. Je hebt je leven lang niet geïsoleerd, doe het nu ook niet. Wat kan hij, dan moet je blijven doen. Heel veel succes en wie weet wanneer we van elkaar weer ontmoeten. Iedereen kent Shahid als een goede zanger, maar ik ken hem ook als een geweldig persoon. Een uitstraling, een geweldig persoon. Ik ken maar 2 zangers die zonder muziek, waar dan ook, bereid om te zingen. Is er Jesse Linden en Bhai Shahid. Toen je binnenkwam, net zei je, Surin Tulum, ik behoed gewaile, oh my love, paaddai. Het was oh my love, lakjagale. En dit is het nummer, zeker, hele avond met Doetindai en vooral in Suriname.
Grote artiest, welke podium heb je niet gestaan? Zoals hier als in Suriname ook. Weet je, geweldig persoon ook. Bescheiden. En echt waar, een topartiest ook. Kaise katengi zindagi tere bagair tere bagair kaise katengi zindagi tere bagair tere bagair. Ik heb het niet alleen gedaan. Jullie hebben mij bedankt daarvoor en zo, maar ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb jullie nodig gehad om mij een beetje een plaats te geven in de muziekwereld. En ik weet, er zijn nog heel veel fans hier en daar, Suriname en hier, die mij ook gesteund hebben. En daarvoor wil ik iedereen bedanken. Ook jullie zijn ook de mensen die mij op handen hebben gedragen. En dat zal ik nooit vergeten. En ik word er bijna emotioneel van. Roshan tumhi se duniya, ronak tumhi jahan ki. Lieve Shahid Bhai, we kennen elkaar al zoveel jaren. We hebben samen veel mooie optredens gedaan. Je bent een fijne collega. Wil ik jou veel kracht en liefde toewensen, Mirabai. Sterkte, God bless you. Je bent een geweldig mens. Ga je goed. Oh my love. Gehad over de hoogtepunten die u beleefd heeft in uw leven, in uw muzikale carrière. Heeft u ook dieptepunten gekend in uw leven? Wat ziektes betreft, wat gezondheid betreft bedoel ik, heb ik veel te kampen gehad. Eerst met mijn tanden, heb ik een hartproblemen gehad, ik heb darmproblemen, ik heb hernia-operatie ondergaan. Ik heb ook gevochten om mijn ademhaling weer goed te krijgen. Maar ja, blijkbaar is dat niet gelukt. Maar ja, toch hebben de mensen dat niet kunnen horen. Dat ondanks dat mijn ademhaling ontregeld was, mijn natuurlijke ademhaling, ontregeld was, dat ik toch gewoon doorzom, weet je. En ze hebben dit niet kunnen opmerken. Eén na laatste waar ik door getroffen ben, was 2 jaar geleden. Ze hebben toen kanker, een tumor gezien in een van de neusholtes. En daartegen ben ik behandeld door middels chemo en bestralingen. Maar daarna heb ik me nooit echt weer de oude gevoeld. Ik ben steeds, pijn hier, overal pijn, steken hier en daar uit het niets, weet je. En ik heb een droge mond, wat fataal is voor het zingen, weet je, want jouw keel moet gewoon vochtig zijn. En mijn tanden moesten er ook uit 2 jaren geleden, dus ik heb nu protheses. Ik heb het nu niet omdat ik dan moet gaan kokhalsen als ik het in heb. Dus ik ben nu behoorlijk ziek. Oh my love.
kahiyana mujhe na bulana ke mar gata na zamana kal kahiyana mujhe na bulana ke mar gata na zamana tere ho to mera ye bahana tha gori tujhko to aaj nahi aana tha tu chali aayi dohai oi kya baat ho gayi तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई is vanaf 2017 lid van Troefkool Club Bobbles en was elke woensdagavond aanwezig in Café Bobbles om samen met enkele vrienden te kaarten. Helaas is hij door de pandemie vanaf maart 2020 niet meer bij geweest. Op zondag 21 februari jongstleden werd na ruim een jaar met een kleine groep weer een kaartmiddag georganiseerd, waarbij Shahid samen met zijn speelpartner Nitesh zijn allereerste bounty ooit heeft mogen geven aan het paar Pratap Jagannath en Jenny Janki, uitgerekend aan de twee oudste leden van de club. Shahid heeft op deze dag ook mogen genieten van het een lekker eten klaargemaakt door zijn favoriete kok Rakesh Jagannath. Mati Shahid, Bugru, Yumati en Poku collega Ebar Yuwa Odi. Dire dire, namaste. Sohani Radal Chuki, na jane tum kabaugi. Sohani Radal Chuki. Na jane tum kab aaoge ya ki rutti badal chuki na jane tum kab aaoge sohani raat dal chuki na jane tum kab aaoge bugru e bari wa odi dire dire bai namaste oh my love oh meri gustakhiyon ko tumne maaf kiya oh meri gustakhiyon ko tumne maaf kiya
Op dinsdag 9 maart heeft ambassadeur Rajinder Kargi namens president Chandrika Prasad Santokhi een decoratie en oorkonde doen toekomen aan Shahid Waghid Hussein. Hij is benoemd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster. Shahid zijn gezondheid liet het niet toe om persoonlijk aanwezig te zijn bij de Surinaamse ambassade, waardoor zijn echtgenote Mavis Barzati het in ontvangst mocht nemen namens hem. Dit is voor Shahid. En nogmaals, hartelijk gefeliciteerd. Niet alleen Shahid, maar ook u en uw gezin en uw kinderen. Want dit is een mooie prestatie, een mooie erkenning. Ik hoop dat hij ervan kan genieten, ondanks alles. En dat hij zeg maar een mooie herinnering hieraan heeft. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik wil u heel hartelijk namens Shahid Waghid Hussein bedanken. Ja. De president van Suriname. U en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt om hem te eren. Ja. We zijn heel erg. Ik zal de bedankjes en uw dank zal ik overbrengen aan de president. De onderscheiding werd Shahid thuis opgespeld door zijn echtgenote. Shahid kreeg de onderscheiding voor het zangtalent waarmee hij generaties liet genieten van muziek. Hij zette dat talent ook in voor vele sociale activiteiten waar de Surinaamse gemeenschap de vruchten van plukt. Oh my love. U bent getrouwd. Hoe lang bent u getrouwd al? Oh, ik ben de tel kwijt. Ik denk veel te lang. Ik denk als ik toch. We zijn in 1983 getrouwd. Van Jurië. 39 jaar, zo. 38. Ja, het is 38 jaar. We hebben 4 zoons. Opgevoed. En ik heb nu 6 kleinkinderen, waarvan 4 jongens en 2 meisjes. En ja, het is. Ik heb een goed leven gehad bij. Mooie vrouw, lieve vrouw, zorgzame vrouw, nu ook. Mijn kinderen, ja, die zijn allemaal zelfstandig nu. Ja, ik heb. Zaken gehad. Ik heb een beetje naam en faam verworven. Ik heb gereisd naar mijn vermogen. Binnen mijn mogelijkheden heb ik toch wel redelijk gereisd. Ja, wat wil je nog meer? Ik heb alles gehad wat mijn hartje begeert. En ja, het is nu voor mij. Ik ben nu ziek verklaard, ongeneeslijk ziek verklaard. En ja, de artsen hebben me een paar maanden gegeven. Ja, want u heeft dat zelf openbaar gemaakt op Facebook. Uw situatie, dat heeft u zelf wereldkundig gemaakt. Ja. Hoe gaat het nu met u en hoe gaat u hier zelf mee om? Ja, het is af en toe moeilijk. Ik heb mijn zwakke momenten natuurlijk. Probeer gewoon sterk te blijven voor mezelf en ook de naaste en andere naaste. Maar ik ben wel realistisch hierin. En ik denk zo, je bent een keertje gekomen en dan ga je ook een keer. Dat is de natuur. Ik ben niet bang om te gaan. Ik heb geen vrees, dat, weet je, alleen ik ben benieuwd wat er aan de andere kant is. Ik weet niet wat ik tegen zal komen, maar met al, ja, het zij zo, als je, je moet een keertje ziek worden of een ongeluk krijgen of iets anders, dat je gaat overlijden. Dus ik woon geen Bahanar, weet je, en dat besef ik me allemaal. En ja... Ik
heb het gevoel dat de nabestaanden het moeilijker heeft dan ik zelf. Weet je, dus, ja, maar ik heb mijn momenten bij als ik stil zit of als ik iets zie wat er gebeurt. En dan, ja, dan kan ik me niet inhouden, dan valt er een traantje, weet je. Maar ja, het leven gaat door. Ik ben... voor ons zijn er zoveel miljarden mensen heen gegaan. Ja, ik zie het zo. Het is nu de beurt aan mij en ik zal ook moeten gaan. Ik wil u heel veel sterkte toewensen in deze periode. En namens al uw fans, alle luisteraars, mezelf en alle kijkers... Ja. Wil ik u bedanken voor de prachtige nummers die u voor ons achterlaat. Dank u wel. Ja, bedankt. Ik wil als laatste... mijn familie, mijn vrienden, mijn fans, kennissen, iedereen uit de grond van mijn hart bedanken. Op welk wijze ze mij ook hebben geholpen om mijn carrière op te bouwen. Misschien alleen maar door een plaat of een cd van mij te kopen of anderszins. Maakt niet uit in welke vorm, maar... ik wil ze bedanken uit de grond van mijn hart. En ja, zonder hun zou ik er ook niet zijn. Dus dat gezegd hebbende, dank u wel voor de interview. U zag deel 1 van de docu-biografie over het leven van Shahid Waghid Hussein. Hierbij hebben wij een reis gemaakt door het muzikale leven van Shahid. We hopen dat u heeft genoten van deze uitzending. Dit programma wordt vanavond om 8 uur geplaatst op de YouTube-kanaal van Sewa 1473. Bedankt voor het kijken en tot volgende week zondag, wederom via RTV7 Nederland en Trishul TV Suriname. Wat ik met Shahid heb meegemaakt in Suriname, je zou het misschien niet meer weten, Dinesh, maar back to the 80s, Havana Lounge. Dat wij heel veel last hadden van dames.
Maar heel veel last van dames. Last van dames? Ja, dames. Die... Maar eigenlijk gaan we mee, of gaan we mee, ook een diploma halen. Zet ik er die doxwa, Shahid gaat koken aanstaande woensdag. Wegwezen. Kijk volgende week naar deel 2 van de documentaire over Shahid Waghid Hussein. Ooh.